Welkom. En fijn dat je kijkt naar Bechelen Next voor de zorg. Mijn naam is Tom Jesse en ik ga je het komende uur meenemen in het programma. Alle uitdagingen op ICT-gebied in de zorg gaan we bespreken. Dat ga ik niet alleen doen, maar met mijn co-host Gijs. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Bij de externe relaties van Bechelen. Absoluut. Wat gaan we doen? We hebben weer een vol programma, een vol uur lang. We gaan het hebben over IT in de zorg. We hebben gasten Gert-Jan Viers en Dave Maasland. Het leuke vind ik ook dit keer niet in een echte studio, maar een studio opgebouwd in ons eigen kantoor in Eindhoven. Precies, en het leuke is dat je natuurlijk, ondanks dat het een hybride versie is, gewoon kunt meediscussiëren. Je kunt je vragen stellen, je kunt je opmerkingen stellen en dat kun je doen via je smartphone. Ja, dat klopt. Dan log je in op bechtle.joinlife.tv. Kom je in de chatbox terecht, kun je een vraag stellen en ik zorg er dan voor dat die aan tafel wordt behandeld. Mocht het nou niet lukken om in de uitzending te behandelen, dan komen we daar later nog eventjes op terug. Maar bechtle.joinlife.tv. Oké, hartstikke goed Gijs. We gaan beginnen. Ja. Nou, hartstikke leuk om de eerste hybride variant van Bechelen Next te maken hier in Eindhoven in de Lodge. Thijs, daar kun jij me meer over vertellen. Thijs Loverbos, de teamleider van het healthcare team van Bechelen. Natuurlijk de uitgerekende persoon om samen de aftrap te doen. Zeker. Voordat we over de zorg gaan praten, toch eventjes over dit pand waar we nu zitten. Mm-hmm. Kom hier gerust een keer kijken, zou ik zeggen, want het is schitterend. Er is eens een koffiecorner, daar zijn heel veel werkruimtes. Jullie noemen het de Lodge. Volgens mij is het in de eerste helft van dit jaar is het opgeleverd. Helemaal ingericht eigenlijk op het nieuwe werken, hè? Ja, klopt. Eigenlijk deze verdieping is net voor corona hebben we daar de optie op gekregen om deze erbij te huren. Eerste instantie de bedoeling om een veertigtal werkplekken te creëren. Met corona is natuurlijk het werken volledig veranderd. Dus nu hybride vergaderruimtes ingericht. En eigenlijk ook als showroom voor onze klanten. Hartstikke mooi. Ja. We hebben vanochtend hier de voorbereiding mogen doen. En het geeft echt een mooi inkijkje in de toekomst van het kantoor eigenlijk. Hè? Wat die nieuwe functie wordt, dat ervaar je hier eigenlijk. De zorg. Natuurlijk een ontzettend belangrijk thema. Hebben we ook zeker gemerkt natuurlijk in de coronaperiode. Het is ook een groot thema, want heel veel partijen zijn daarbij betrokken. Mm-hmm. Eventjes jouw rol daarin als teamleider. Hoe ben jij betrokken bij Bechelen, maar ook met de klanten die jullie bedienen? Ik ben teamlead van het healthcare team binnen Bechelen. Samen met 7 andere collega's bedienen wij ongeveer 120 zorginstellingen van Nederland. Zowel in de cure als in de care-zijde. En waar helpen wij klanten mee? We denken mee over IT-oplossingen in de zorg. En dan denk je aan hardware, software, aanvullende dienstverlening, implementatie daarvan. Dat is waar wij graag mee bezig zijn. Precies. Dagelijks. En wat natuurlijk ook altijd belangrijk is als je het hierover hebt, is om onderzoek te doen. Om te kijken van waar gaan we nou mee aan de slag? Ja. Wat speelt er bij onze klanten? Maken we ook van data de juiste informatie? Dat is natuurlijk altijd de uitdaging. Mm-hmm. Jullie hebben ook een onderzoek gedaan. Ja. Neem ons eens eventjes mee in dat onderzoek. Want wat was dat voor onderzoek? Ja, klopt. We zitten natuurlijk vaak bij onze klanten aan tafel. Ook tijdens die coronaperiode weer wat minder. Waar we vaak aan tafel over spreken is van, wat speelt er nu binnen jullie organisatie? Dat nemen we steeds mee terug naar kantoor bijvoorbeeld en dat bespreken we met elkaar. We zien hier trouwens wat zaken die daar uitkwamen, die dus inderdaad bij mensen op kantoor spelen. Heel divers eigenlijk in principe. Ja, maar eigenlijk om die input eigenlijk nog meer te gaan verzamelen, hebben we gezegd van, laten we eens een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Onder alle zorginstellingen van Nederland. We hebben verschillende respondenten gehad. Hier zie je inderdaad ook enkele quotes terugkomen. En waar het onderzoek zich op heeft gefocust van, wat zijn de IT-uitdagingen binnen jullie zorginstellingen op dit moment? En wat zie je voor de toekomst? Precies. En belangrijk ook wel even om aan te stippen bij dat onderzoek. Dat is iets wat jullie natuurlijk wel, dat idee hadden jullie, maar jullie hebben dat niet zelf uitgezocht. Jullie hebben echt een onafhankelijke partij daarvoor aangesteld. Ja. Ga dat nou eens eventjes echt neutraal, onafhankelijk onderzoeken, hè? Ja, klopt. Dus er zijn ook enkele klanten van ons uitgenodigd en hebben geantwoord. Maar er zijn ook verschillende zorginstellingen die wij niet eens kennen, hebben hun input geleverd. Dus heel mooi om te zien de resultaten die daarop terugkomen. Ja. Want we hebben hier wat van die resultaten. Ja. Wat zijn nou de belangrijkste strategische in ieder geval
uitdagingen in de organisatie, die zien we hier op een rij staan. Ja. Wat is jou eigenlijk in algemene zin opgevallen als je die resultaten bekijkt? Nou ja, met stip op één staat wel de focus op alles wat om security draait. Ja, we zien het ook een snelle optimaliseren van de cybersecurity, hè? Ja, ja, dus alles wat om security draait is een focuspunt voor voor eigenlijk elke zorginstelling. Eigenlijk ook wel begrijpelijk. Je kan je ook voorstellen, bijvoorbeeld een elektronisch patiëntendossier. Aan de ene zijde moet dat gedeeld kunnen worden. Binnen behandelaars, maar ook voor de patiënt zelf moet hij of zij bijvoorbeeld zijn behandelplan kunnen inzien. Maar hoe hou je die informatie nu ook binnenshuis eigenlijk? En hoe zorg je ervoor dat er nooit derden bij kunnen komen? Dus dat zijn topics die terugkomen. Daarna zagen we ook heel duidelijk dat zorginstellingen bezig zijn met van hey, hoe kunnen we administratieve zorgtaken of ook IT-taken, hoe kunnen we die efficiënter inrichten of wellicht aan derden overhandigen. Bijvoorbeeld door outsourcing of van beheer naar regieorganisatie om eigenlijk terug te gaan naar de core. Van hey, zorg verlenen, dat is onze core, dat is waar wij mee bezig moeten zijn. En voor die andere administratieve en IT-taken, daar willen we graag technische partijen voor hebben. Precies. Deze resultaten gaan we uiteraard allemaal ook met je delen. Kun je later nog een keer terugkijken. Wat we nog niet verteld hebben, maar de kijkers van de vorige show die weten het nog. Gijs heeft als Sidekick eigenlijk een vrije rol. Kan altijd ingrijpen in het programma, inbreken in het programma. En dit is zo'n moment. Het geluidje betekent eigenlijk dat Gijs iets wil vragen of een vraag heeft. Gijs, vertel. Ja, ik steek netjes mijn hand op het digitale handje, maar dan analoog. Ja, Thijs, ik heb eigenlijk een vraag aan jou. Ja. Want jij en mensen uit jouw team spreken respondenten van het onderzoek, of hebben die gesproken. En wat voor reacties kreeg je nou überhaupt op dat wij zoiets doen? Want het is best veel gevraagd, kan ik me voorstellen. Ja, we hebben niet alle respondenten gesproken, want inderdaad, het onderzoek is ook uitgevoerd door een onafhankelijke partij. We hebben nog wel enkele van onze klanten gesproken en ook de respondenten waar kwalitatief het onderzoek mee is afgenomen. Daar hebben we een trendrapport ook nog naartoe gestuurd. Heel enthousiast. Ook over de resultaten en over de herkenbaarheid in de resultaten. Leuk. Ja. Dus nog even één punt eruit halen, want ik vind dit toch wel, dit is een plaat die eigenlijk heel veel informatie geeft. Wat mij in eerste instantie opvalt is dat zorgorganisaties altijd bezig zijn met de patiënt, de cliënt. Zie je hier in ieder geval ook terug, hè? De prioriteiten zijn echt gericht naar buiten toe. Als je het hebt inderdaad over hun eigen AV-ruimtes, waar jullie hier intern wel in hebben geïnvesteerd. Bijvoorbeeld hier op deze ruimte, staat hier onderaan. Maar ook eventjes de betere balans tussen beheer en betaalbaarheid. Kosten in de zorg is eigenlijk altijd een ding. Ja. Want kosten nemen nog steeds toe. Ja. De budgetten blijven hetzelfde of gaan vaak omlaag. Hoe duid jij die betere balans tussen beheer en betaalbaarheid? Dat is eigenlijk ook, en dat is ook dan pak ik een klein beetje van een quote die ook een klant heeft genoemd. Elke euro die je uitgeeft, of wellicht zelfs te veel uitgeeft aan randzaken, en bijvoorbeeld IT zou dat ook kunnen zijn, ja, die kan niet naar de zorg toe. En daar zijn organisaties zich heel bewust van. De vorige keer spraken we ook in onze show met Gerton Kotterman van Pieter van Foreest. Een van de klanten die jullie bedienen, die ook heel veel informatie teruggeeft. Laten we daar eens eventjes naar kijken, want daar zitten een aantal interessante punten in dat gesprek waar we het zo meteen ook over gaan hebben. Hoe draagt IT bij aan het succes van Pieter van Foreest? Dat is best een brede vraag. Kun je daar een kort antwoord op geven? Ja, zeker. En ook wel heel erg trots dat we de afgelopen 3 jaar hebben geïnvesteerd in het neerzetten van een regieorganisatie. Er is erg veel geïnvesteerd om de IT te stabiliseren. Echt gewoon de harde kant, werkplek, zorgen dat hardware het doet. Serverpark, verbindingen, we hebben alles vernieuwd. En eindelijk zijn wij nu, omdat we het zaakje onder controle hebben vanuit een regieorganisatie, in staat om door te pakken. En is vanuit een zorgproces te kijken naar wat betekent automatisering, artificial intelligence, AI. Ja, dus dat is prachtig. Dus je bent ook weerbaar voor de toekomst. Je kunt op die nieuwe technieken die voor de deur staan, kun je handig inspelen. Even naar die regieorganisatie. Wist je meteen wat het was toen die term genoemd werd? Ja, dat gelukkig wel. Omdat die ook wel gewoon in de scholing zit. Maar het toepassen en daadwerkelijk handen voeten geven voor mijn eigen organisatie. Die ik moest uitleggen wat dat dan betekent. Enorme impact voor je eigen werk, je dagdagelijkse werk.
ook wel weerstand aan de voorkant in die transitie. Het belangrijkste is eventjes te realiseren dat de arbeidsmarktkrapte ook voor ons heel sterk geldt. Het is lastig om goed personeel te vinden, maar ook te behouden. En voor jullie beeld, we hebben zo'n 600 medewerkers die uitstromen ieder jaar. En 600 medewerkers die nieuw in dienst komen. En wij kregen het domweg organisatorisch niet gebolwerkt met een IT-kleine afdeling om die 600 man op de eerste werkdag van een smartphone of een laptop te voorzien. En waarom niet? Waarom lukte dat niet? Ja, daar komt toch echt zo verschrikkelijk veel logistiek bij kijken, afspraken maken. En wat wel erg interessant was om vanuit business case ook naar te kijken. En het bleek dat een zorgmedewerker bij ons eigenlijk wel 2 uur kwijt was. Arbeidsinzet zorg, zeg maar. Wat wij nu kunnen besparen, omdat het device thuis wordt afgeleverd. Laat ik eerst bij jou beginnen met de vraag hoe de organisatie veranderd is. Jij kunt dat als buitenstaander misschien. Ja, jij zit er natuurlijk helemaal in. Ja. Hij heeft iets meer de helikopterview. Wat is echt het belangrijkste wat veranderd is? Nou, als we over de organisatie praten, wil ik vooral praten over de mensen van de IT-afdeling binnen Pieter van Vereest. Ik merk wel dat ze hun rol nu met een hele andere overgave uitvoeren. Dus veel meer richting de gebruiker, ondersteuning van die gebruiker. Proberen om die gebruiker ook efficiënter te laten werken. Dat zijn zaken die ik daar wel aan herken. Mooie inzichten uit dat gesprek wat we de vorige keer hadden. Kijk die uitzending vooral terug op de site van Bechelen. Die regierol of outsourcen en die beide onderwerpen, hoe belangrijk zijn die? Daarover gaan we het hebben in het volgende gesprek. Met mijn beide gasten hier aangeschoven. Gert-Jan Viers, welkom. Goed dat je er bent. En Vasco du Gordijn van Bechelen. Zeg ik het eigenlijk goed? Vasco du Gordijn, hè? Zeker. Ja, prachtige naam. Ik begin even bij jou, Gert-Jan. Vertel eventjes wat jij doet. Wat ik doe? Ik ben Gert-Jan Viers. Ik werk voor Arenea als adviseur digitale transformatie en innovatie. En dat doe ik bij Trajectum. En dan moet je even uitleggen wat Trajectum is. Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen weet wat dat voor organisatie is. Dat snap ik. Trajectum is een forensische GGZ-organisatie. Biedt behandeling aan mensen met risicovol gedrag. Precies. Jij bent accountmanager help bij Bechelen. Hoe werken jullie samen? Ik denk dat dat ook wel interessant is om eventjes te horen voordat we inderdaad ook naar de uitdagingen gaan kijken van Trajectum. Zeker weten. Hoe werken wij samen? Nou, eigenlijk op vrijwel dagelijkse basis ben ik degene die de inzet die Bechelen pleegt voor Trajectum coördineert. Hè? Dat doe ik samen met heel veel collega's. En eigenlijk stemmen wij samen elke keer de prioriteiten af. Zijn we elkaars behoeftes aan het ophalen en zorgen ervoor dat de zaken die wij met elkaar hebben afgesproken, dat die ook voortgang boeken. Precies, we zien hier ook nog eventjes wat zaken die interessant zijn. Hè? Het zit vooral dus in het noorden van het land, Gert-Jan. Ja, een aantal medewerkers, pik ik er maar zomaar eventjes uit, 1700. Ik kan me voorstellen dat dat ook belangrijk is als je het hebt over hoe gaan we nou IT inregelen en hoe gaan we daarmee aan de slag. Het is essentieel eigenlijk hetzelfde wat de spreker in de video vertelde. De doorloop binnen de zorg is enorm. Trajectum idem, er gaan er 600 weg, er komen er 600 bij. Dus het logistieke proces rondom het in dienst treden is voor ons heel belangrijk. Ja. Ja, nou zagen we in het onderzoek dat veel zorgorganisaties ernaar streven. Dat wil niet zeggen dat het al gelukt is, maar dat ze ernaar streven om in ieder geval een regierol te nemen en ook zaken te outsourcen. Laten we eens eventjes beginnen bij dat outsourcen. Waarom is die wens om dat te doen? Nou, die wens die is bij Trajectum. Ik spreek even voor de situatie daar. Die wens is bij Trajectum voortgekomen uit de behoefte van de organisatie, de ambitie. En die behoefte die kan de organisatie zelf heel slecht inlossen. Het vraagt veel capaciteit, het vraagt veel resources, het vraagt veel kennis. En binnen de zorg, het is lastig om ICT-mensen aan te trekken binnen de zorg. Het is nog veel moeilijker om ze te behouden. Mm-hmm. Dus in die strategiekeuzes, we hebben 3 strategieën geformuleerd. In die strategiekeuze is de keuze is uiteindelijk gevallen op de strategie outsourcen. Omdat we daarmee snelheid, kennis, kwaliteit, capaciteit veel beter kunnen borgen. Wat is de grote uitdaging als je wil outsourcen? Een goede keuze maken, je vraag heel goed stellen. De behoefte van de business moet bij de uitvraag al bekend zijn. Ik denk dat dat wel de grootste uitdaging is. Ja. Als we die tweede erbij pakken, die regierol nemen. We hoorden dat eigenlijk net ook in het filmpje. Klinkt allemaal heel mooi, allemaal heel logisch. Maar hoe begin je nou met inderdaad die regierol vorm te geven? Daar begin je al mee voordat je start met je uitvraag voor de outsourcing. Want de grootste impact zit op je HR.
De functies die we hebben binnen de ICT-beheerorganisatie intern, die hebben we straks niet meer. Dus we hebben mensen om te scholen, op te leiden, aan te trekken. Nou, dat is organisatorisch is dat een enorme uitdaging. Ja. Reorganisatie. Ja, is er een generieke eerste stap die je kunt noemen, of is het voor iedere organisatie eigenlijk anders? Nou, ik denk dat voor iedere organisatie wel anders is. Al is de eerste stap natuurlijk wel te kiezen welk regiemodel dat je gebruikt. Ja. Of welke je gaat adopteren. Precies. Mocht je vragen hebben voor mijn spreker, stel ze via bechelen.joinlife.tv. Toch nog eventjes naar het trajectum, naar dat beginstadium. Hè? Mm-hmm. Hoe zag die eerste fase, de situatie waaruit zij kwamen, hoe zag die eruit? Nou, de situatie waar zij in zaten, zorgorganisatie, in een Citrix-omgeving, in een extern datacenter. Corona begon net te leven en dat zorgde er eigenlijk voor dat zowel de zorg als de bedrijfsvoering wel echt onder druk kwamen te staan. Want wij moesten op een andere manier zorg gaan verlenen. Op afstand, hè, via een beeldscherm, e-health, je kent het wel. Net als de bedrijfsvoering, de besluitvorming, alle overleggen zijn altijd fysiek geweest. Ja. Iedereen was altijd op kantoor, altijd bij elkaar en dat gaat ineens anders. Dus corona was echt wel een gamechanger, ook daar? Nee, het was een accelerator. Hè? De game changing was al ingezet met de strategie en de keuze daarvoor. Alleen corona heeft alles wel echt versneld. Oké, Gijs. Ja, ik heb een vraag gekregen. Ditmaal niet uit de chatbox, maar van een van mijn collega's. En die vraag is aan jou gericht, Gert-Jan. Hebben jullie onderzoek gedaan naar de medewerkers tevredenheid? Kijk, belangrijk punt. Zeker. Vertel. Dat hebben wij gedaan voordat we zijn begonnen met de strategie. Keuze. Er is een cijfer uitgekomen. En dat cijfer dat heeft in de uitvraag geleid tot een keuze voor een leverancier. Omdat in de uitvraag heel duidelijk is gevraagd, dit is de IT happiness nu. Wij willen dit. Hoe ga je dat doen? Ja. En daarin hebben we ons eigenlijk al een beetje als regieorganisatie opgesteld. Hè? We hebben gezegd, dit is de behoefte van de organisatie. Hoe ga je dat En wat was dat realiseren? Dan? Kun je dat wat specifieker uitleggen? Ja, ik kan het de cijfers uitdrukken. Hè? Het was een 6-. Wij willen heel graag naar een 8+. Okay. Ja, en het antwoord daarop mochten de leveranciers geven. Ja. Raad je dit ook aan? We proberen ook natuurlijk een beetje lessons learned te halen uit deze case. Hè? Ik snap dat het natuurlijk niet voor iedere situatie toepasbaar is. Maar zou je dit adviseren ook voor andere organisaties? Stel dat je zo'n traject ingaat, doe zo'n onderzoek onder je medewerkers vooral. Nou, niet per se dat. Maar het is wel goed om in je uitvraag heel duidelijk de behoefte neer te leggen. Hè? Zowel de behoefte op functioneel niveau, maar ook op het gebied van tevredenheid. Hè? Wanneer is de organisatie nou happy? Ja. Gijs. Ja. Gert-Jan, ik heb nog een vraag voor je. Deze komt wel uit de chat en die luidt: hoe spelen jullie dit op de behoeften van medewerkers? Daar had je het al over, maar dan nog specifieker. Merken jullie dat de jongere generatie hele andere behoeftes heeft? Nou, gek genoeg niet. Wij zitten nu natuurlijk in een enorme verandering waarin we de architectuur, de werkplek, alles is anders geworden. Hè? Andere applicaties. Tussendoor zijn we overgestapt naar een ander ECD. Nou, dat raad ik iedereen af om tegelijkertijd te doen. Maar wat we wel zien, en dat is gewoon uit de praktijk, waarin sommige jongere medewerkers, en dan heb ik het over twintigers, niet goed uit de voeten kunnen met een moderne werkplek. En oudere werknemers eigenlijk heel snel een andere werkwijze adopteren. Dat is gek, toch? Dat zou je niet verwachten. Nee, had ik niet verwacht. Nee. Oké, en waarom zou je die combinatie trouwens, want je zei dat ik zou dat niet samen doen, dat heeft te maken met druk en dingen die door elkaar gaan? Ja, het heeft te maken met druk, resources, focus. Een ECD is het hart van je organisatie. Mm. Nou was het voor het trajectum een verplichte kost in verband met een wijziging in de bekostigingsmethodiek, systematiek. Dus we moesten wel, hè, anders zouden de problemen nog groter worden. Maar het is onnodig drukverhogend om zowel het hart uit je organisatie te vervangen en dan vervolgens ook nog de hele infrastructuur daaromheen. Ik snap het, we zouden het gescheiden. Pasco, ja. Wanneer kwam jij eigenlijk in beeld bij dit verhaal? Ik kwam in beeld toen Gert-Jan en deze een hele duidelijke hulpvraag had geformuleerd met we hebben een bepaalde verandering ingezet. En wij zoeken eigenlijk een partij die ons ook op die schaal waarin wij moeten veranderen en de snelheid waarin we moeten veranderen,
ja, die met ons mee kan schakelen daarin. Ja. En dat is het moment dat we eigenlijk op basis van die vraag met elkaar in contact zijn getreden. En ja, dat was bij wijze van spreken in januari. En in maart, april waren we echt al volle bak met elkaar onderweg. Dus dat is heel snel gegaan. Dus die vraag concretiseren, dat is heel essentieel. Want hoe beter die is uitgewerkt, hoe beter jij ook aan de slag kunt. Ja. Wat moet er in die uitwerking, en dan kom ik dan bij de vraag van Gijs, zitten om goed aan de slag te kunnen? Een hele duidelijke hulpvraag, maar ook een bepaalde afbakening van dit is waar ik hulp voor nodig heb. Dat was in het geval van Tractum, was dat enerzijds een stukje hulp bij ervoor te zorgen dat mensen met elkaar konden beeldbellen. Mm. Dat was heel concreet. En anderzijds ook een stukje hardwarevernieuwing in een bepaalde snelheid in een markt van tekorten. Precies. En met afbakening bedoel je, dit is waar we echt ondersteuning bij nodig hebben. En dit hebben we al georganiseerd of daar kunnen we op voortborduren. Ja. Ja, oké, dus ook om snelheid te maken, ook al eigenlijk in die beginfase, is die vraag erg belangrijk en dat ook het concreet maken. Om onderweg te gaan met elkaar is hoe concreter, hoe beter. Ja. Dat was in deze erg fijn en dat heeft er ook voor gezorgd dat we de doelstellingen die we naar elkaar uitspraken, dat we die ook konden halen. Ja. Ja. Gijs, je vraag. Ik heb weer twee vragen uit de chat gekregen van Louis en Marcel. Dank je wel daarvoor. Je kunt vragen blijven stellen via bechle.joinlife.tv. Ja, Gert-Jan, mensen willen veel van je weten. Ik zal beginnen met de vraag van Marcel. En die vraagt, hoe gaan jullie om met de oudere medewerkers? Hoe neem je die mee in de nieuwe technologie wanneer ze niet gewend zijn aan die nieuwe devices? Nou, schijnbaar gaat het dus wel goed. Want je zei net, die oudere werknemers die omarmen dat best wel snel. En ik denk dat Marcel wil weten wat er gebeurt als het niet lukt. Nou, wat we hebben gedaan bij de daadwerkelijke migratie over van een oude werkplek naar een nieuwe werkplek. Adoptie, dat is eigenlijk buzzword vandaag de dag. Hè. We hebben e-learnings, floorwalkers, we hebben een heel netwerk van ambassadeurs. Stond ook in de topnet van de onderzoeksresultaten, daar stond adoptie ook tussen. Ja, dat, als je dat niet doet, dan ga je nat, gegarandeerd. Maar we hebben daar echt een hele structuur voor opgetuigd, omdat we binnen de trajectumorganisatie weten dat mensen niet gaan lezen. Hè. Ze hebben, ik moet dat een beetje netjes zeggen, ze hebben niet de natuurlijke neiging om zich van informatie te voorzien om de verandering te adopteren. Dan komt het eigenlijk op neer. En als je gaat vernieuwen in dit soort situaties, hè, je hebt een technische vernieuwing en je hebt een natuurlijke gedragsverandering, hè, want je moet op een andere manier gaan werken. En wat we zagen is dat er, het heeft heel veel meldingen opgeleverd. Hè, dus als je dit gaat doen, zorg dat je service desk goed bemand is. Heel veel meldingen gekregen die eigenlijk uit één vielen, ik weet niet hoe het werkt of het werkt niet. En de vragen, het werkt niet, die waren niet heel. Hè. Dus de techniek was goed. Alleen mensen weten niet hoe het werkt. En daar moet je op ondersteunen. Ad hoc, hè? Dus iemand weet het niet, direct helpen. En tegelijk voorbereidend met een robuuste structuur. We hebben een chatbot geïmplementeerd. Trainingen. Een omvangrijke strategie. Dus het is niet één antwoord wat je kunt geven op deze vraag. Want het zijn verschillende dingen. E-learnings. Afhankelijk van de organisatie zul je eigenlijk alle communicatiekanalen die je met de eindgebruiker hebt moeten benutten. En vervolgens een aantal strategieën inzetten om iedereen te kunnen bereiken. Ja, je zei je had twee vragen. Ik heb er nog één van Louis. Goede tips trouwens, Gert-Jan. De vraag van Louis die luidt, hoeveel tijd waren jullie vroeger, dus voor die migratie, kwijt met het uitdelen van devices? En hoeveel tijd is dat nu? Nou, vroeger ging daar soms wel eens een week overheen. Als we kijken naar het IDU-proces, instroom, doorstroom, dat is de wijziging, maar instroom, omvangrijk proces, apparaat moet klaargemaakt worden, moet ingericht, ingeregeld, moet vervolgens gebracht worden naar de locatie of naar de medewerker, gaat dagen overheen. Als ik het vergelijk met nu, we hebben een apparaat nodig, er gaat een pingetje bij Bechtle af, apparaat wordt opgestuurd, medewerker kan verder zelf. Dus die tijd is echt aanzienlijk verkort. Okay. En dat geldt niet alleen voor de persoonlijke devices die mensen zelf gebruiken, maar het gaat ook over de gedeelde werkplekken. Ja. Of de access points of ga zo maar door. Vasco, hoe kijk jij terug op die uitrolperiode, eigenlijk die integratieperiode, wanneer jullie aan boord komen? Heel intensief. Dat ging heel snel over. Moesten er veel acties worden uitgezet in een bepaalde korte tijd, waar we ook Bechtle resources voor nodig hadden, waar we ook partners voor nodig hadden. En tegelijkertijd waren er ook bepaalde deadlines aan de kant van Tractum die we moesten halen, omdat mensen
op dat moment de nieuwe digitale werkplek die ontwikkeld werd in gebruik zouden gaan nemen. Dus dat was heel intensief, maar ook heel constructief, zeker weten. Ja, hoe heb je het georganiseerd zodat je die intensieve periode eigenlijk goed je werk kon doen en ook goed de klant kon bedienen? Structurele wijze van communiceren. Dus vaste momenten in de week waarop je elkaar spreekt. Waarop je op basis van een heldere planning en taken en verantwoordelijkheden weet wie wat moet doen en voor welke datum dat weer gedaan moest worden. Dus En ook genoeg collega's aan tafel zetten met kennis van zaken, zodat we ook snel ergens kwamen. Ja, dus ook hier het communicatiepunt komt eigenlijk altijd terug. Ook hier weer een learning om dat goed te organiseren. Ja, is essentieel. Hoeveel zaken hebben jullie gezien of zijn jullie tegengekomen die onverwacht waren? Waardoor je hebt het constructief ingericht, je hebt het goed gepland, maar er kunnen altijd zaken gebeuren waarvan je denkt, ja, dat hebben we niet bedacht van tevoren. Is dat hier ook zo geweest? Goeie vraag. Als jij iets weet, mag je het ook zeggen. Zo te horen, niet ik kan, nou, nee. ik kan zelf één dingetje noemen en dat is dat wij ook een bepaalde pilot hebben uitgevoerd omwille van met welke devices werken de mensen nou echt het beste, hè? De beeldzorg moest worden verleend. En hadden wij het idee om een bepaald type laptop uit te rollen waarbij mensen ook het contact tussen de cliënt en degene die dan het consult gaf om die afstand wat te verkleinen. Maar uiteindelijk bleken de mensen toch het liefst gewoon te werken op een ouderwetse laptop. Dus dan wil je eigenlijk heel innovatief te werk gaan, maar dan doe je weer een stapje terug. En in dat opzicht kom je wel uit bij de oplossing die door de medewerkers gedragen wordt. Dus ja, die flexibiliteit moet je dus ook inderdaad wel hebben om wel goed te luisteren naar wat willen mensen en werkt het. En hoe vang je dat dan op? Want je moet natuurlijk wel het signaal krijgen en ook daar iets mee doen. Dan kom ik weer, dus ook weer een stukje communicatie. Ervoor zorgen dat je goed luistert naar wat de klant nou daadwerkelijk echt wil. Ervoor zorgen dat eigenlijk heel snel wij weer de lijntjes hebben uitgezet binnen onze organisaties om apparaat op de juiste plek te krijgen of om ervoor te zorgen dat er geen traditionele images meer gebouwd werden, maar dat we over zijn gestapt op uitrol via Intune. Dat soort keuzes die werden eigenlijk heel snel gemaakt. Ja. Zou jij Gert-Jan in een paar zinnen kunnen omschrijven wat de totale impact van dit hele project op de organisatie is geweest? Poeh, in een paar zinnen. Ik denk de efficiëntie is enorm omhoog gegaan. Hè, om mensen kunnen plaatsonafhankelijk, apparaat onafhankelijk werken. Anyplace, anywhere. Dus die is de efficiëntie is heel erg gegroeid. Ik denk ook dat we de kosten veel meer in grip hebben. En we zijn veel schaalbaar. Denk je dat of kun je dat ook echt zien? Hè? Want dat is natuurlijk altijd. Ja, dat is nu nog lastig. Hè? We zijn nog in die transitieperiode. Dus het is nu nog lastig te zien. Maar ik durf wel te voorspellen dat dat zo is. Hè? We hebben nu 1100 werkplekken. Dat waren er bijna 2000. Mm-hmm. Dus die kosten zijn wat minder geworden. En we zijn veel schaalbaarder. Hè? We kunnen veel sneller groeien of krimpen. Ja. Hoe gaat het nu verder? Zijn er next steps of is het project nu klaar of blijft het monitoren? Het is eigenlijk een continue vorm van samenwerking. Hè. Je hebt natuurlijk een vrij intensieve start gehad van die periode waarin inderdaad, wat Gert-Jan ook al aangaf, verschillende elementaire zaken binnen de organisatie samenkwamen. Hè. Vernieuwing van het ECD, overgang naar een nieuwe digitale werkplek, ingebruikname van nieuwe devices. Op de achtergrond speelt er dan ook nog een licentievraagstuk, allerlei zaken die randvoorwaardelijk zijn inderdaad om die efficiëntie te verbeteren. En nu is het de zaak van ook binnen de huidige samenwerking constant kijken waar kunnen we dingen nog efficiënter voor de klant inrichten. En wat zijn dan ook eventueel nog aansluitende processen waar we nu nog niet aan toe zijn gekomen. Zoals bijvoorbeeld ook de netwerkapparatuur. Er verandert ook veel. Hè. Er komen locaties bij, er gaan locaties af. Dat willen we in dezelfde systematiek willen we dat ook aanpakken. Waardoor ook daar weer een stukje efficiëntie wordt geboekt. Ja, en niet alleen efficiëntie. Want we hebben nu met moderne hardware, moderne ECD, moderne werkplekken de basis gelegd. En nu kan eigenlijk die digitale transformatie pas echt gaan plaatsvinden. Hè. Nu kunnen we toe gaan werken naar administratieve lastenverlichting. We kunnen innovatieve oplossingen toe gaan passen. We kunnen de beveiliging kunnen we veel beter in gaan richten. Dus het begint nu eigenlijk pas. Dat is
als ik goed wordt vervolgd. Dus wordt vervolgd, als we weer een health sessie organiseren, altijd goed om weer een keer terug te blikken op de stappen die jullie dan hebben gezet. Dank in ieder geval dat jullie beiden hier wilden zijn om dit verhaal te vertellen. Blijf nog even lekker zitten. Want we hebben zo meteen hier in onze show Dave Maasland, de baas van IZ Nederland. Gaat het onder andere hebben over nieuwe wetgeving die ook de zorg en de IT en de ICT raakt in die zorg. Ter introductie kort een filmpje. Kijk even mee. Was diagnosed with a heart murmur, which was the start of the hypertrophic cardiomyopathy. It's a very serious surgery. Wanted my life back. After I'd had my chest shaved at 6 o'clock in the morning, the doctor looked very, not upset, but concerned, shall we say, and he said, we've been hacked. All our systems are down across the whole hospital. He telephoned me, obviously, and said, it's not going to happen, and he was in shock. Suddenly we discovered that a bit of our society, a bit of our social infrastructure could be switched off. WannaCry, it was a kind of a warning shot. The malware crippled computers across Ukraine. Perhaps the most sophisticated in a series of attacks taking control of computers and demanding digital ransom. The list of companies impacted around the world is growing. Ja, filmpje Dave, dat jij welkom trouwens. Fijn dat je er bent. En Gijs ook hier in de studio aangeschoven van de desk hier aan de stoelen. Wat jij graag wilde laten zien. Waarom wil je dit graag meenemen? Ik denk omdat we in 2017 erachter zijn gekomen dat digitale veiligheid niet gaat over het beschermen van computers, maar over het beschermen van mensen. En dat is echt duidelijk geworden dat er opeens een uitknop op onze samenleving zat. En ik denk dat dat ook, zoals corona, een accelerator is geweest voor digitale transformatie. Is voor mij persoonlijk 2017 ook echt een jaar geweest dat we anders naar cybersecurity zijn gaan kijken. Precies. Jij bent, ik zei het net al, de baas van IZ Nederland. Je bent ook IT security ambassadeur. We zien je ook heel vaak op televisie, in podcast, op radio, noem maar op. Vooral om uit te dragen dat veiligheid eigenlijk topprioriteit nummer 1 is. We zagen het net ook in het onderzoek. Laat ik eventjes vragen, die rol als ambassadeur, die trek je persoonlijk ook echt aan. Waarom vind je dat belangrijk om dat verhaal eigenlijk ook hier vandaag weer om dat te vertellen? Nou, wat mij persoonlijk heel erg drijft is dat het gaat juist niet om cybersecurity. Dus alle andere punten op die lijst zijn veel belangrijker. Videobellen met patiënten, kunnen zorgen dat je zorg kan leveren aan kwetsbare doelgroepen, het betaalbaar houden van de zorg. Voor mij persoonlijk ook klimaat, behoud van biodiversiteit. Dat gaan we gedeeltelijk oplossen met technologie. Maar als we die technologie niet veilig gaan houden, gaan we al die grote thema's. En ik als millennial wil natuurlijk graag impact maken en dat soort dingen. Dat is ook echt zo. Ik wil graag iets bijdragen. Ja, en ik zie cybersecurity als een van de belangrijkste randvoorwaarden. Zodat we het hopelijk over een paar jaar kunnen gaan hebben over de dingen die echt belangrijk zijn. En dan hoeven mensen ook mijn gezicht veel minder te zien. Ja, maar toch staat cybersecurity bovenaan nu nog. Ja, ik denk dat het terecht is. Kijk, ik ben geen zorgexpert, dus vergeef me als ik niet alles weet van deze branche. Maar we hebben met z'n allen te lang digitaal ongezond geleefd. En misschien begrijpelijk. Het ging om efficiëntie, automatiseren, snel kunnen werken. Dingen moesten gewoon werken. Dus in IT was de belangrijkste KPI uptime. Daar hebben we met z'n allen niet helemaal goed nagedacht over de security component, over de veiligheidscomponent. En als je het nu zo vaak hebt over ransomware, wat nog steeds sommige bestuurders te weinig zegt, ook terecht, al die containerbegrippen. Maar dan hebben we het over een digitale hartstilstand. Dat is wat ransomware doet. Je hele organisatie ligt stil. Ja, en ik denk dat we daar vooral zien, we moeten gewoon gezonder gaan leven. En dan ben ik er ook van overtuigd dat er misschien iets minder aan de hand is dan je soms zou denken vanwege de angstverhalen. In ook de media soms. Precies. Ja. Jij hebt ook gezegd, ik wil eigenlijk een paar onderwerpen even bespreken. En misschien heb je ook wel vragen voor Dave. Dit is het moment om ze te stellen. Dus laat ze vooral binnenkomen via de laptop van Gijs. Ransomware, je noemde het al, is er één van. Zometeen gaan we ook even de wetgeving erbij pakken. Maar laten we beginnen met ransomware. Hoe raakt dat de zorg? Nou, ik denk dat het de zorg dubbel zo hard raakt. Dus de verhalen dat de zorg het minder op orde zou hebben dan andere sectoren. Ik moet dat nog maar zien. Andere sectoren zijn namelijk dan wel, zijn net zo uitdagend. Ik denk alleen dat de zorg extra uitdaging heeft. Als je ziet wat ransomware aanvallers, actoren nu doen, is gewoon voor hen een businessmodel. Het hele verhaal, ze worden steeds beter.
Dat valt wel mee. Ze worden vooral professioneler. En wat ze nu doen is naast zeggen wij versleutelen systemen en bestanden en je kan er pas weer bij als je betaalt. Dus oftewel, je hebt een hartstilstand, hoeveel ben je bereid te betalen voor een digitale defibrillator? Stelen ze ook je data? En bij je marketingbureau zou dat misschien minder spannend kunnen zijn, maar bij een ziekenhuis ja, gaat het natuurlijk om bijzondere persoonsgegevens. Dave, ik vraag me af, in het verleden hebben we het er wel eens over gehad, waar die aanvallen vandaan komen. Maakt dat eigenlijk nog iets uit wie je aanvalt? Nou, in zoverre maakt het uit dat wij hebben die discussie lang gemeden. Mm-hmm. En het is ook tijd om dat niet meer te doen. Mm. Omdat het hier wel gaat over een geopolitieke situatie waarbij 2017 uiteindelijk die aanval WannaCry ook van een land vandaan kwam. En de geopolitieke spanningen. Terwijl we hier zitten, hebben nu de FBI en de CISA 2 uur geleden een waarschuwing uitgegeven dat Noord-Korea op grote schaal ziekenhuizen aanvalt in Amerika. Dus het wegkijken dat geopolitiek geen rol speelt, dat is natuurlijk wel zo. Maakt het voor een organisatie uit? Nee, ze zijn meedogenloos, ze zijn professioneel en het raakt je net zo hard. Maar dat helaas het dreigingslandschap groter is dan ooit, ja, dat is denk ik wel waar. Ik vind het zorgwekkend. Ja. Ja, aan de andere kant, als we het dan hebben over die digitale gezondheid, ransomware, het is niet de vraag of maar wanneer. Ik vind dat echt achterhaald. Dat verhaal is niet meer correct. Nee. Op het moment dat jij een thuiswerksysteem of RDP hebt of iets anders om in te loggen in je werk, dat doe je nu met alleen de gebruikersnaam en wachtwoord. Je hebt geen 2-factor authenticatie. Oké, dan is het echt de vraag, is het niet gisteren, is het wel vandaag? Ja. Maar als jij digitale hygiëne, dat zou wat mij betreft voor elke zorginstelling de komende 18 maanden, digitale hygiëne is iedereen zijn topprioriteit. Ja. Als je dat doet, MFA, patchen, een beetje scheiden van systemen, dingen die jullie, dan is het helemaal niet zo makkelijk voor iemand uit Oekraïne, uit Rusland om dat te doen. En dat verhaal moeten we ook vanaf, dat het voor hen 2-3 klikken is en ze zijn binnen. Als je dat soort dingen doet, kan je het echt best lastig maken. Ja, de grote uitdaging is denk ik voor heel veel organisaties om, hoe simpel dit eigenlijk ook klinkt en hoe gemakkelijk dit eigenlijk ook te integreren is, het toch nog een enorme uitdaging is om iedereen in je organisatie ja, met de neus dezelfde kant op te krijgen. Heb jij zaken gezien waardoor je denkt, als we het zo aanpakken, dan zijn we dan niet morgen, maar dan kunnen we wel stappen maken in een gezonde snelheid? Nou, ik denk tweeledig. Enerzijds gewoon breder, hoe start je het securityprogramma op, maar praktischer. Ik vond die vraag van net heel goed. Hoe ga je om met oudere medewerkers? Ik denk dat we ook moeten stoppen om security awareness te zien als iets, ja, dat moet een groot programma, we moeten iedereen trainen. Nou, wat ik heb gezien, niet iedereen heeft hier zin in. Niet iedereen vindt dit spannend, niet iedereen vindt dit boeiend. Initiatieven die wij nu zien, is bedrijven die werken met digitale hulpverleners. De digitale equivalent van bedrijfshulpverleners. Er zijn gewoon mensen in je organisatie die dit leuk vinden. Brandjes blussen, reanimeren. Je kan beter 10 mensen heel goed trainen die precies weten wat ze moeten doen bij een incident, die ambassadeurs in je organisatie kweken, dan continu proberen 500 mensen mee te krijgen. Precies, dus dat is een concrete tip. Digitale hulpverlener, als je die nog niet hebt, denk er eens over na of je dat kunt doen. Ja. Een vraag. Ja, we hebben een vraag van Esmee. Dankjewel Esmee. Voor jou Dave. Heb jij een tip hoe je medewerkers bewust kan maken van de risico's? Nou ja, dan geef ze een mooie voorstelling. Ja. Ik nog heel even door mag praten over mijn DHV-concept. Kijk, je ziet gewoon dat er spelen heel veel dingen. Schaamte, mensen weten soms onbewust niet dat ze iets verkeerds doen. Mm-hmm. Als je die DHV'ers creëert, heb je meteen ook een plek waar mensen heen gaan. Ja. Om meteen naar een CISO, een Chief Information Security Officer of IT-manager te stappen, die stap is groot. Ja, dus creëer vooral een meldcultuur. Stop met het, ja, je moet daar niet op klikken. Het is waanzin. Het internet is linkjes. Iemand bij de balie moet een DHL-pakketje kunnen openen. Dat is nou helemaal hoe het werkt. Maar mensen moeten vragen kunnen stellen. Hey, ik heb dit gedaan. Is dit wel handig? Of daar een mailtje sturen. En als je die ambassadeurs creëert, heb je ook extra meldpunten, extra sensoren. En het hele verhaal van de mens is een zwakste schakel. We hebben allemaal moeite met het updaten van onze systemen. Goed met rechten omgaan. We gebruiken er niet overal MFA. We gebruiken zwakke wachtwoorden. Dus die hele IT-infrastructuur die bevat nog fouten. En 1 medewerker klikt op een linkje en die geven we de schuld. Ja. Dat is onzin. We moeten onze IT-basis op orde krijgen en die medewerker moet zijn werk kunnen doen. Precies. En zijn dat mensen in de organisatie die je die rol kunt geven of zijn dat mensen van buiten? Of kan dat beide? Het kan beide, maar ik zou gewoon starten intern. Wat wij bijvoorbeeld intern doen is we gaan nog wat verder en zeggen, nou, DAV'er, als je dit onderwerp interessant vindt, we geven ook een keer les in hacken, hoe dat eigenlijk werkt. Mm-hmm. Vinden sommige mensen fantastisch. Die melden zich aan en dat kan je echt een leuk, ze krijgen een certificaat,
dan kunnen ze misschien moeten ze er €50 bij krijgen. Nou ja, dat zijn allemaal dingen die je denken kan doen. Klinkt leuk, ik doe graag mee. Ja. Doet me denken trouwens, want ja, schitterende term trouwens, DAV, complimenten voor de creativiteit. Ik zie al een geuze term in wording. Maar doet me even denken wat je zegt, want wij aan iets wat we in onze eerste Bechle Next uitzending aan de orde hebben gehad, de security ladder. Daar hebben we een plaatje van. Ja, dat kun je even laten zien. En dan kun jij misschien ook eventjes uitleggen voor de mensen die hem voor het eerst zien, waar we naar kijken, Gijs. Ja, want Dave heeft het net over gedrag en over hoe gedraag je je als medewerker. Wat doet dat met de cultuur? Maar wij, IT'ers, waar ik mezelf toch nog steeds onder mag scharen, hebben ook een flinke verantwoordelijkheid als het gaat over het goed beveiligen van de organisatie. En dat is iets dat zien we bij Bechle best nog vaak, ja, eigenlijk niet goed aangepakt worden. Iedereen heeft de wens om iets goed te beveiligen, maar de manier waarop. Daarom brengen we hem weer in beeld. De security ladder. Even credits voor mijn collega's Ritesh en Patrick, die deze ladder steeds blijven doorontwikkelen, zodat die relevant blijft. En het idee hierachter is dat je moet beginnen bij de onderste treden. Niet bovenin beginnen bij data lifecycle management, omdat dat heel erg hot en happening is, of omdat je IT-medewerkers daar zelf interesses in hebben. Beginnen met een fatsoenlijke inventarisatie. Fatsoenlijke inventarisatie, nou, wij bieden er een aan vanuit Bechle. En daarna pak je het laaghangend fruit, de grootste risicopunten in je IT-omgeving. Werk per recovery, werk je op naar network security, werk je op naar endpoint security. Enfin, je kunt het hier lezen. Zo werk je omhoog van het grootste risico naar, nou ja, eigenlijk het meest ingewikkelde security risico wat je je voor kunt stellen. Dat is dan ook mijn tip aan al onze gasten. En je gaat pas verder naar de volgende treden als je die vorige treden echt voor elkaar hebt? Ja, precies. Okay. Precies. Een ladder beklim je ook niet door van 6 naar 9, terug naar 1. Dan kom je nooit boven. Ja, en adviseer je voor iedere organisatie, waar je ook in welke sector je ook zit, om naar niveau 9 te gaan? Nee, helemaal niet. Ik denk dat dat heeft te maken met het type data wat je wil beveiligen eigenlijk. Als je het hebt over de foto's van het personeelsfeest. Ja, ik weet niet wat voor personeelsfeesten ze in de zorg hebben. Maar 9 van de 10 keer hoeven die niet zo goed beveiligd te worden als de cliëntgegevens of financiële gegevens. Dus daar kun je een ander niveau van beveiliging op toepassen. Oké. Dave, ander thema. Wet en regelgeving. NIS 2. Neem ons daar eens eventjes in mee. Wat is dat? De NIS 1, de Network and Information Security Directive, in het Nederlands de NIB, Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn, gaat er eigenlijk over hoe beschermen we de vitale infrastructuur in Europa en in Nederland. Dus even als we onze burgerpet opzetten, het gaat over onze nationale veiligheid. En waar de zorg mee worstelt, daar worstelt ook de energiesector mee, de nucleaire sector, gas, olie, etc. Alleen dat is vrij beperkt. In Nederland verbazen we ons allemaal nog steeds over het feit dat de zorg, ziekenhuizen bijvoorbeeld, niet zijn aangemerkt als vitaal in Nederland. Ja. Dat betekent dat het Nationaal Cybersecurity Centrum bepaalde informatie niet deelt met de zorg. Nou, dat vinden we natuurlijk allemaal waanzin. Nou, dat vindt Europa ook. En die heeft gezegd, leuk, die oude richtlijn, hoe we vitale infrastructuur beveiligen, maar we moeten breder nadenken. Er vallen veel meer sectoren onder vitaal. Dus wat er gaat gebeuren in eerste instantie is, die scope wordt breder. Daar gaan dus zorginstellingen, best wel in de breedste zin van het woord, maar ook producenten van apparaten in de zorg gaan hieronder vallen. En daar komen gewoon keiharde verantwoordelijkheden voor. Als ik het heel even plat mag slaan, is dit eigenlijk wat de AVG voor privacy is. Is de NIS 2 voor security. En dat betekent dus, er komt bestuurdersaansprakelijkheid. Er komen boetes. Maar het gaat er vooral over dat we met z'n allen moeten kunnen reageren op incidenten. En dat vitale bedrijven waar zorg onder valt, ja, van tevoren geaudit kunnen gaan worden en daarna. Er worden geen waanzinnige dingen gevraagd. Dingen in de ladder, dingen in het NIST framework, dingen in ISO. Je digitale hygiëne, dat wordt gewoon straks een verplichting om dat aantoonbaar op orde te hebben. Okay. Zullen we nog even over doorpraten? Interessant onderwerp. Ik kan me ook voorstellen dat je daar vragen over hebt. We hebben een vraag binnen. 2 zelfs alweer. Ze gaan nog even over het vorige onderwerp. Dus dadelijk weer terug naar NIS 2. Raymond reageert. Ja, klinkt eenvoudig, Dave. Maar veel zorginstellingen die hebben een achterstand op een ICT-omgeving, waardoor ze niet zomaar even MFA aan kunnen zetten. En het aanpassen kost veel geld, tijd en moeite. Ja, wat kunnen we daar nou voor een eerlijke reactie op geven?
Het eerlijke verhaal is, hij heeft natuurlijk gelijk. Wij kunnen hier op twee stoeltjes zitten en zegt, ja, je moet gewoon een beetje MFA halen en dan ben je veilig. Kijk, de andere kant, het Nationaal Cybersecurity Beeld is onlangs uitgekomen. Het is het jaarlijkse fotomoment, hoe staan we er eigenlijk voor? En wat ze daar ook terecht in zeggen, we zijn uit balans. Het is dus niet zo dat het onmogelijk is om dreigingen tegen te gaan, alleen het basisniveau is te laag. En hoezeer ik het ook met hem eens ben, ik denk wel dat nu, dat is ook wat NIS 2 zegt, het is een boardroom issue, moeten we nu, sommige dingen moeten prioriteit zijn. Exact. Dat je heel veel dingen toch zich later doet, prima, moet je echt doen. Maar nu op thuiswerksystemen geen MFA doen, dan neem je echt een te groot risico. Ik ben het helemaal met je eens. En Raymond, voor jou, eigenlijk meer voor jouw financiële beslisser zou mijn antwoord zijn. Security binnen IT is geen kostenpost, het is een investering. Het is alleen een investering net als met verzekeringen. Als je geluk hebt, heb je heel veel verzekeringen die je nooit nodig hebt. Als je pech hebt, gaat er iets helemaal mis waar je niet voor verzekerd bent. Dat geldt eigenlijk ook wel voor multifactor authentication binnen je IT-omgeving. Dus ik hoop dat je het op die manier bij je financieel beslisser kunt brengen. Want We blijven misschien een beetje met flauwe voorbeelden smijten. Maar het gaat vandaag toch over digitale transformatie. Iemand zei, het versnelt. Ja, een auto kan alleen hard rijden als je ook kan remmen. Mm-hmm. Het heeft geen zin om 300 te rijden, dus je weet dat je dan toch door de bocht heen knalt. Dus security is in principe ook gewoon, is je remsysteem. Als je het ook zo ziet, het is essentieel om af en toe, dan kan je gewoon veilig. Dus exact. Ik denk inderdaad dat dan ook de board moet kijken, kan er toch iets van budget bij, kunnen we toch iets doen om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen in ieder geval. Ja, ik heb het natuurlijk niet voor te kiezen. Ik ben ook maar een IT'er, maar ik ben ook cliënt bij een zorginstelling. En ik zou zeggen, liever een goed beveiligde IT-omgeving dan een nieuwe vleugel in de hal. Dan heb ik nog een vraag van Shaheen. Ja, dit is een moeilijke voor je, let op. De oplossingen die je hier en elders hoort zijn vaak preventief. Is het een illusie om ooit de kern van het probleem effectief aan te kunnen pakken? CQ, de hackers aan te kunnen pakken. Oké, vanwege dat het natuurlijk een kat en muisspel is wat vaak vergeleken mee wordt. Mooi, dat komt ook terug. Kijk, uiteindelijk moeten we natuurlijk naartoe, maar het is en. Je ziet dat in Nederland onze geheime diensten, maar ook Team High Tech Crime, hier echt wel stap in maken. Maar we zijn er nog lang niet en dat is heel lastig. Alleen dan kom ik toch weer terug op dat, voor mij is daar in het Engels een goede term voor, defeatism. Van we zijn eigenlijk toch de sjaak, waarom zouden we nog iets doen? Daar moeten we vanaf. Waar security echt om draait, is lagen. Preventie is dus niet zo dat het waardeloos is dat je dat kon omzeilen. Het gaat erom dat je met MFA werkt, met endpoint werkt, iets van segmentatie doet. Dus als je hebt een security ladder, maar je hebt ook het NIST Cybersecurity Framework. Heeft 5 pilaren. Zegt eigenlijk, staat even heel plat, weet wat je hebt, dat moet je beschermen. Als het toch misgaat, moet je het kunnen detecteren. Als je het detecteert, moet je kunnen reageren. En als je dan gereageerd, dan moet je weer kunnen herstellen naar normaal. Dat zijn 5 pilaren. En als je dus in lagen denkt, niets is perfect. Ja, MFA doen niet, kan je omzeilen. Klopt. Endpoint kan je omzeilen. Klopt. Maar als je 8 dingen moet omzeilen, daar heeft Dimitri helemaal geen zin in om 8 dingen te gaan omzeilen. En als we dan ook nog eens beter dingen gaan oplossen, ja, dat is waar security om draait. Denken in lagen. En we gaan echt wel stappen maken aan exact. Die exact. Andere kant. Ik had beloofd dat we niet te lang zouden blijven hangen bij IT security, de inrichtingen van. En dat we ook nog even teruggingen naar NIS 2 en het hoe en waarom. Ja, want ik ben wel benieuwd, want even na mijn rugnummers, wanneer gaat dit in? Het is net aangenomen. Ik ben niet helemaal thuis. Het is best wel een Europees politiek spel. Maar betekent eigenlijk dat er nog een implementatieperiode komt. Dat elk land mag zijn eigen nuances aanbrengen. Hun eigen implementatie van een NIS 2. Daar hebben volgens mij vanaf nu de landen uit mijn hoofd 22 maanden voor. Oké, dus dat is vrij snel. Daar moet je wel mee aan de slag. Exact. En je maakte zelf al het gelijk met de AVG. Toen hebben we ook zo'n periode gehad dat je daar dus aan kunt werken. En dat betekent ook, bij de AVG is dat de autoriteit persoonsgegevens, een instantie die het gaat controleren. Ja. Gaat dat hier ook gebeuren? Is er iemand die gaat kijken op een gegeven moment van, wordt die NIS 2 wel inderdaad goed geïmplementeerd bij zorginstellingen? Ja, handhaving wordt een heel belangrijk, ook om weer niet te voorkomen dat zoiets een papieren tijger wordt. Zoals het naar mijn idee zit bij de NIS 2, gaan hier toezichthouders verantwoordelijk voor worden. Dus bijvoorbeeld in de voedselsector zal dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit worden. Dan is natuurlijk gelijk de vraag, hebben die de kennis in huis? Nou, daar moet aan gewerkt worden. Wie dat precies in de zorg zal gaan worden, dat zal een toezichthouder zijn. Maar er komen echt boetes, bestuurdersaansprakelijkheid. Dus dat toezicht is wel, en ik ben niet iemand die zegt, wetgeving is een oplossing voor alles. Maar als je ziet hoe erg dit gaat over onze nationale veiligheid, dan moet er iets gebeuren. Het is gewoon noodzakelijk. Dus dit gaat wel, in jouw visie, dit gaat helpen?
Dit gaat helpen. We hebben dat gezien met de AVG. Natuurlijk, je kan er weer van alles van vinden. En sommige nuances ben ik het ook niet mee eens. Maar het feit dat de NIS2-tekst, voor wie zin heeft om het te lezen, 127 pagina's, begint met het feit, het gaat om digitale transformatie. Het gaat om kunnen omarmen van de kans die technologie biedt. Maar de randvoorwaarde is cybersecurity. En ja, er moeten gewoon richtlijnen komen. We moeten gewoon misschien een keer met z'n allen horen. Ja, digitale hygiëne, wat is dat? Dit is gewoon verplicht. En toon maar aan dat je het doet. En laat me zien als het fout gaat. En ga maar melden als het fout gaat. En dat is denk ik de enige weg hoe we met z'n allen ja, gewoon een houvast hebben. Ja. En het is niet perfect. We moeten het blijven verbeteren. Ja. Maar er staat nu eindelijk wat. En ik denk dat we ook soms onze bestuurderpet af moeten zetten. Maar onze burgerpet op moeten zetten. Ja, en misschien mogen we ook af en toe wel trots zijn op waar we inmiddels staan. Want ik heb het gevoel, kan het niet toetsen, dat wij als Europa en EU op dit punt vooruitlopen op de rest van de wereld. Ik heb het nog niet gezien of gehoord vanuit Azië, vanuit de Verenigde Staten of vanuit andere werelddelen. Ja, ik vind het eigenlijk ook wel knap van de mensen die dit voor elkaar hebben gekregen. Zo'n complexe wetgeving, zo constant door blijven ontwikkelen. Want de NIS is volgens mij pas in 2018, als ik me niet vergis, gepubliceerd. Nu al een opvolger met NIS 2. En ja, ik denk dat dat ook gewoon zo door zal moeten gaan. En degene die het mogelijk heeft gemaakt, wil ik toch eens zonnetje zetten, Bart Groothuis, Europarlementariër van het VVD, die ook namens Nederland de trekker is van deze wetgeving. Dus er zit ook een Nederlands sausje overheen. Dat is ook alweer hartstikke goed. Leuk. Hey, we hebben weer een update gekregen van alle zaken die belangrijk zijn, zeker in deze health sector. Dank daarvoor, Dave. Fijn dat je er was. Dankjewel. En dank. Dan zijn we bijna aan het einde van deze Bechelen Next voor de zorg. Zijn er nog opmerkingen, vragen binnengekomen via het scherm? Nee, bijna allemaal. De laatste zaken die we niet hebben kunnen behandelen in de uitzending, die zullen we online beantwoorden met degene die ze gevraagd en gesteld hebben. Bechelen.joinlife.tv, onthoud dat adres, dat is belangrijk. Daar kun je je vragen in ieder geval altijd nog stellen. We hopen dat we je weer in dit kleine uurtje hebben kunnen inspireren met heel veel praktijkvoorbeelden. Dank voor het kijken. We gaan deze uitzending in ieder geval nog aan je nasturen. Dan kun je hem nog een keer op je gemak terugkijken. En kun je hem ook delen met andere collega's, misschien wel binnen je organisatie, die dit interessant vinden. We hebben ook nog een korte enquête. Het zou leuk zijn als je die invult. Het kost een minuutje en je helpt ons er enorm mee, want wij kunnen volgende edities van Bechelen Next kunnen we daar in ieder geval mee verbeteren. Misschien ook alweer een hybride variant. Hoe beviel het, die hybride variant, Gijs? Ja, super. Ik vind het leuk. Ik vind het gezellig. Wat mij betreft, volgende keer gewoon weer. Oké, we vragen ook even aan het publiek. Hoe vonden jullie het hier aanwezig in Eindhoven? Was het leuk? Ja? Kijk, nou. Van harte uitgenodigd om de volgende keer ook hier aan te schuiven. We hadden ook hartstikke lekkere koffie. Zelfs het productieteam heeft Fly meegenomen, want die komen uit Limburg. Dus ik zou zeker zeggen, bij de volgende editie, kom vooral gezellig langs. Voor nu, bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Dag. Dank jullie wel. Fijn. Dank je.